ik zag een foto, en ze had altijd een hele mooie foto, zijn erbij, van aanstaande zaterdag, overmorgen, weer bij een column. Wanneer is die genomen, die foto? Echt vorige week. Wanneer, Marci? Vorige week, ja. Hè? Ja, en, maar tot wanneer ga je door met publiceren en jij met die prachtige foto's maken? Wat? Nou ja, Marci volgt mijn moeder ook al een jaar of 8, eigenlijk na de dood. Toen ze nog goed was ook, hè, mijn moeder. Dat maakt het ook zo interessant. En mijn moeder was toen ook wel eenzaam. Zonder mijn vader vond ze er eigenlijk niet veel aan. Dus toen was ik al een beetje aan het mantelzorgen met mijn broer en onze vrouwen. Maar ja, ik denk dat we doorgaan totdat ze haar laatste adem uitblaast. En weet je, het past zo bij haar. Mijn moeder is na haar 40e altijd geconfronteerd geweest met mensen om haar heen die de ziekte hadden. Mm-hmm. En ze liep daar hard voor. En ze was er altijd bang voor. Ze was er bang voor en ze kon er ook goed voor zorgen. Alle zussen heb ik bij mijn moeder op visite gekomen. En toen was mijn moeder goed. En die zussen, ja, die waren de weg kwijt. En Hugo, nou ja. dit boek eindigt eigenlijk nog steeds bij je moeder. Het volgende boek, dus het derde deel in de trilogie, gaat echt over wat jullie daarna hebben meegemaakt. Daar moet ik je eventjes doorheen haasten, maar ik wil het toch niet onbenoemd laten. Jullie hebben een manifest gemaakt. Nou, alleen wat jij daarvan bent tegengekomen, 2 verplegers op 5 verdiepingen. Nou, iedereen die ouders heeft die in dit soort verpleeghuizen zitten, die weet hoe erbarmelijk soms de omstandigheden zijn. Dat manifest hebben jullie Ja, dat is door de Kamer breed omarmd. En het is nu zo, de coalitiebesprekingen zijn gaande. Karin Gamers en ik gaan ervan uit dat er, dat heeft Rutte deze week ook gezegd, hè. Er was een brief, een open brief aan hem geschreven door een verpleegkundige. En die vroeg om aandacht. En dat deed ze met pittige teksten. En hij heeft ook gezegd, er komt geld aan naar de verpleeghuiszorg. Alleen we hebben 2 problemen. Het gaat niet alleen om geld. Mm-hmm. Het gaat ook om een verandering in de gedachtegang, in de cultuur. He, deze week in de zorginstelling van mijn moeder zijn er mensen afgekocht voor bedragen €175.000, bestuurders €75.000, nog eens €70.000. Bijna 4 ton is er aan afkoopsommen vorig jaar afgetikt. Van een totaal falende organisatie. Die, mensen miljoenen verlies. Maar goed, hebben ze de recht op. Het wordt wel geminimaliseerd. Want vanaf nu is het echt zo dat er nog maar €75.000 afgetikt kan worden. Maar het zijn toch gruwelijke bedragen. En zeer ontmoedigend voor het personeel. Dat natuurlijk niet goed verdient. Hè, want PvdA maakt zich hard voor het personeel. Maar laten we ons ook heel gauw hard gaan maken voor iets betere betalingen voor de mensen in de zorg. In de ouderenzorg, maar in de zorg in het algemeen. Maar, en dat is het grote dilemma, en daar wou ik eigenlijk bij de buurman nog even vragen. En tot slot. Wij zoeken jonge mensen die een geweldige lichting verzorgende verpleegkundigen kan opvolgen. Alleen, hoe bereiken we die nou? Want misschien kennen ze hun talent nog niet. We zullen, denk ik, moeten scouten op VMBO's en op En die kansen laten zien en wat het kan teweegbrengen. En hoe mooi het ook is. Precies, hoe mooi het ook is. Als je dit leest, ook met hoeveel liefde het gebeurt. Alleen zijn veel te weinig mensen. En er is natuurlijk te weinig geld, maar het gaat om een ideaal. Geld is er straks. Ja. Alleen nu is het zo. Nu moeten we de verzorgende verpleegkundigen gaan vinden. En die moeten van onderaf. Hugo Borst voor president, zeg ik. Nou, nee. Je gaat wel even. Ho. Tot slot, je gaat op tournee nu. Dus iedereen kan al die mooie verhalen van je horen, uit je eigen mond vragen, et cetera. Ja, ik lees voor in Alzheimer Café's, bibliotheken en zo. En wat ga je dan, heel kort, wat ga je ermee proberen te bereiken? Nou, dat is het moment dat mensen elkaar ontmoeten. Ik ontmoet heel veel verzorgende verpleegkundigen uit de huizen, zodat ik precies weet waar het goed gaat en waar het niet goed gaat. En laat gezegd zijn dat het ook op heel veel plaatsen fantastisch gaat. Mm-hmm. De ouderenzorg in Nederland is goed, alleen jammer genoeg niet overal. En daar ontmoeten we elkaar en daar wisselen we informatie uit. Dus het betekent dat de schrijver ontmoet de verzorgende verpleegkundigen en de mantelzorgers komen voorzichtig om de hoek en stellen de vragen. En daar verbinden we iedereen met elkaar. Je ziet er een beetje zo uit, maar je bent ook echt een messias geworden. Schrijf uit, man. Dank je wel. Hugo Borst. Ligt in de boekhandel en vanaf woensdag 6 september toert Hugo door.